Yes? Ja. Welkom! Welkom! Het is donderdagmiddag en dat betekent weer tijd voor een nieuwe aflevering van... De C-section. Oftewel de comment section. Yes, en hier praten we elke week over de beste trolls, hun comments en de nieuwste juice. Ja, en als je denkt van, wat ziet Jamal er raar uit? Die heeft gisteren al een feestje gehad, so he's a little hangover. Oké, okay, ja. Yeah. I'm sorry. Ik ben hier nog net op tijd. Wow. Nou, misschien heb je het wel gehoord, misschien hebben jullie het allemaal al gehoord, dat Monique... Ik nog niet. Nou ja, Monique, ik weet haar achternaam niet eens, maar Monique, de vrouw, of ex-vrouw, ik weet eigenlijk niet wat het nou is, van André Hazes. Zij waren natuurlijk uit elkaar, toen was hij weer... Een paar keer toch? Ja, een paar keer, want hij heeft haar een paar keer ingereld voor een jongere vriendin. Was dat ook niet toen met die Bridget Maasland? Ja, ook nog een keer. Ik ga... Maar goed, nu is op haar Instagram zijn een paar foto's gespot waarin je dus... In de back zie je André weer. En mensen speculeren zich helemaal los. Zijn ze nou samen of niet? Nou ja, disclaimer, ze hebben gewoon een kind samen. Dus het lijkt me ook wel dat ze nog contact moeten houden. Mensen zien foto's voorbij komen waar André op de achtergrond. Ja. Dat was het ook. Nou, dat was het dus. Maar iedereen gaat helemaal vindt dat heel heftig blijkbaar. Ach, die Monique, wat moet je er nog over zeggen, kotspopje? Waarom zijn al die wijven zo... Ja, zo zuur, hè? Zo, wauw. Net zo zuur als deze wijn. En, ja, merk ik niet meer. Ja, heb je goed. Die kampvrouw is slim. Bah, zij is net zo vies als die Draven. Een slechte moeder, anders neem je die junk niet steeds terug. Ja, many, many. Ik snap niet waarom iedereen zo zuur doet, want zij hebben gewoon een kind samen. Dus dan is het toch gewoon niet meer dan normaal dat zij elkaar af en toe nog zien of contact onderhouden omdat ze een kind hebben samen. Ja, en een blond plukje zegt toch niks. Ja. Voor hetzelfde geld hebben ze een labrador of is het iemand anders, heeft ze de kut net geschoren. Noem maar wat. You never know. Hij kan beter bij haar zitten dan bij die malle moer van hem. Ja, die Rachel Hazes. Wow, ik vind het eigenlijk best wel triest voor die familie, want dan denk ik... Het staat zo in de spotlight. Nou, ze doen het zelf voor. Ze doen er graag aan mee. Die hele familie is een shitshow. Echt waar. Maar hij wil wel zijn kont erin drukken. Trap er toch niet in. Zoek moederfiguur. Maar Tooske... Waar wil hij zijn kont indrukken? Nou ja, dat om te beginnen. En ten tweede, wat doe je op Instagram? Oh shit! Je bent niet echt de doelgroep. Ik weet niet wie de kleinkinderen van Tooske zijn, maar haal je oma van Instagram af. Ja, save her. She's going wild in here. Oh, het begint weer met een video van een of andere achterlijke... Harry. Want Harry komt uit Nederland en die ging dus naar Oekraïne om mee te vechten tegen de Russen. Oh mijn god. Want ik vrees voor je wat je hebt meegemaakt, maar achteraf, was dit dan wel zo slim om totaal onvoorbereid naar Oekraïne te gaan? Nee, misschien niet. Ja, misschien als ik bij Kiev aan was gekomen, was het anders gelopen. Maar ja, dat heb ik net niet gehad. Oh, hij is helemaal niet in Oekraïne geweest? Jawel. Wel een aanbod gaat. Dus... Doe nou eens normaal, Harry. Het antwoord hierop is nee. Nou ja, ik heb er wel over na zitten denken, maar ik ga eerst even lekker even chillen. Even lekker. Nee, hij heeft heel Oekraïne nooit gezien. Misschien is hij tot de grens met België gekomen. Hij was direct terug. Hij had helemaal stuur te doen. Nou, en op Instagram werd helemaal... Ja, Harry gaat vechten! Ja. Hoerenkind, hoe ga je je dochtertje en vrouw thuis achterlaten, eerloze varken? Oh. Ja, hij laat ook wel gewoon zijn... Zijn vrouw en zijn kind achter om te gaan vechten. Oh ja, want die vrouw en dat kind kunnen niet voor zichzelf zorgen. Maar kom op, als je gezin hebt, dan ga je toch niet denken... Weet je, ik doe even alsof dit Call of Duty is. Tot waar is hij gekomen? Of heeft hij net aan zijn veters weten te strikken? Ja. Ik geloof er echt geen zak van. Hoe heet hij? Harry, send us some pictures of you in the field. We want proof. Ja. Mensen die naar Syrië gingen om hetzelfde te doen waren terroristen. Waarom krijgen deze mensen niet dezelfde behandeling? Toch? Die Syriëgangers allemaal. Ja. Maar die mensen die werden veroordeeld, die mochten niet meer terugkomen, weet ik wat allemaal. Ja, oké, maar en hier zeggen ze gewoon, tuurlijk, ga maar vechten. We zien wel weer over een paar weken. Dus ik kan daar gewoon met een bazooka mensen aflopen knallen. En dan volgende week weer aan de Albert Heijn staan werken. Goedemiddag, kan ik je echt mee helpen? Girl, dit kan niet. Je kan niet gewoon naar andere landen gaan afreizen en maar gewoon een beetje gaan knallen. En dan vervolgens terugkomen en doen alsof er niks is gebeurd. Ja, ik heb hier even geen mening over, want ik weet de ins en outs niet goed van. Eva vindt het normaal om leeuwen en giraffen af te knallen in Afrika. Dus dan snap ik ook wel dat je dit niet zo'n groot probleem hebt. Oh, dan gaat hij weer doen alsof ik hou van trophy hunten. Hoe lang was hij daar? 8 minuten? Ja, letterlijk. Ja. Hij is uiteindelijk de grens overgegaan. Het was van... Fuck. Het is weer terug. Ik denk dat hij daar niet eens is geweest. Misschien moet deze man een pannenkoekenrestaurant beginnen. Die vind ik leuk. Die vind ik echt leuk. Misschien past dat beter bij Harry. Kun je gewoon lekker in Nederland doen. Want Harry, je bent een pannenkoek. Ja. Oh,
Ja, First Dates. Jullie kennen het programma vast. Ik kijk het best wel graag. En oké, ik weet, we knoeien met de montage, maar er gebeurt toch nog wel eens wat. En het is echt grappig. Ik heb een video. Zie je? Ik heb een video. Ja, ik ben al bang als het eraf valt en je dan ineens een heel andere kop hebt. Nou, het begint al lekker. Het valt wel mee, toch? Het valt wel mee. Ze denkt dat ik echt skeurt. Het zou kunnen, toch? Ja. Dat is wel heel fijn. Ja. Ja, ik vond het echt zo grappig, hoor. Ja, heel grappig. Nee, dit zei hij niet. Ja, die did it. Ben je een transgender? Ja. What the fuck? Alsof iemand die informatie überhaupt wil delen op een eerste date op tv, dan ga je dat soort dingen vragen. Nou, dat vind ik echt walgelijk. Ja. Als je aan dat programma meedoet, ben je sowieso een sneuwe faalhaas. Dus dit is niet echt verrassend. Sociaal gehandicapten allemaal. Oh. Oh. Dumpert is zo... Ja, echt. Maar zou jij meedoen aan First Date? Ik, als ik single was, had ik dat gedaan, hoor. Ja? Ja? Waarom niet? Toch nou, leuk? Ik vind het altijd een beetje tricky, want... Nog gepijpt onder die tafel ook. Kijk, cijfer. Zou jij de rekening? Nee, ik doe er niet aan mee. Ik word veel te awkward daarvoor. En, jij doet liever privé, hè? Precies. In een keldertje. Vastgebonden. Nou. Ook een manier om te zeggen dat je geen tweede date wil, natuurlijk. Ah, ja. Maar die kop van haar spreekt ook boekdelen van wat doe ik hier? Goeie gast, komt overal als een kerel waar je gezellig pilsje of tea mee kunt drinken. Vindt de vraag nog niet eens zo gek. Je wilt er toch niet pas thuis achterkomen dat het naam Henk was? Nou. Ja, ik vind dat niet grappig. Jawel, je zit keihard te lachen. Nee. Trans mensen, mensen die doen altijd alsof dat... Ja, ik weet niet, ik vind dat gewoon sad. Als ik single was, ik zou met een trans persoon daten. Ik zou dat oprecht ook doen. Ja. Goed zo. En mocht ze wel een pik hebben, dan hoop ik dat die groter is dan die voor hem. Nou, dat denk ik dan wel. Yoki doki, terug naar je zolderkamer, droeftoeter. Ah, ja. Nou, ik vind het wel zielig, want hij wordt natuurlijk ook weer helemaal, dat is altijd waarschijnlijk zo. Waarschijnlijk is hij wel gewoon zo'n zenuwachtige jongen die er echt de meest kut dingen zegt. Ik denk niet dat hij het echt, dat hij dat echt op die manier kwaad heeft bedoeld. Maar het is wel echt het meest achterlijke wat je kunt zeggen. Maar ze is ook heel onduidelijk in de signalen die ze geeft met haar uiterlijk. Zo'n neusbel staat voor lesbies, dat weet haast iedereen. Dus ik snap ze. Maar waar komt hij vandaan? Zo'n neusbel staat voor lesbies. Dit kan niet iemand van beneden de 50 zijn. Jeez, nee, ik vind het wel vaak een beetje op een koe lijken of zo. Dat helemaal wel niet, ik vind het hartstikke leuk. Nee, ik vind het echt zo'n koeiending. Ach. Ik zou ook niet met iemand kunnen gaan die zo'n ding hier zo... Dit is toch weer lekker Nou, sorry, nee, ik vind het gewoon vies. Echt? Ook bijvoorbeeld met van die oorbellen. Nee, dat vind dat ik wel er, zeg maar, zo'n heel ding in heeft gezeten, dat je zo'n soort opengerekte anus aan je oor hebt hangen. Maar dat is ook een beetje onhygiënisch, want dan, als je die oorbel eruit haalt, dan ruikt je het ook je vaker. Je pik doorheen kunnen doen. Ik heb geen pik, dus die van mij gaan niet ver komen. Maar jij kan het ook proberen. Yes, we gaan naar mijn volgende topic en dat is natuurlijk... Ali B. Je broer! Nou, jullie gaan in ieder geval naar dezelfde kapper. Inappropriate. Je zag, ik zie Marokkaan me krullen en een zwarte me krullen en dat zal vast wel... Nee, ik zeg nu, jullie gaan naar dezelfde kapper. Even mijn kapper is vorige week overleden. Helemaal niet. Zet even deze foto hiernaast, zodat je goed kan. Dat gaan we niet doen. Oké. Wat er dus is gebeurd. Yvonne... Ach, ik vind haar... Kunnen we ook een keer haar gewoon cancelen met z'n allen, alsjeblieft? Wacht maar, ze komt volgende week met een hele... Ik vind je leuk hoor, Yvonne. Volgende week komt ze met een box trash over Eva. Ik kan je trouwens, Yvonne, als je nog info nodig hebt... Goed bedragje en ik stuur alles naar je toe. Dat is ook een engnek, vind ik haar. Ik kan je vertellen, we zijn voorlopig van hem af. Zij wil zo graag bekend worden, dan doet ze het maar zo. Dat Ali niet meer terugkomt naar Nederland. Hij heeft grond gekocht... in Marokko. En hij is daar momenteel een paleisje op aan het bouwen. Zodra deze woning dus af is. En daarvoor goed te verblijven. Ja, sorry, ik kan er echt niet uitstaan. Waarom niet? Omdat ze op jou lijkt. Nou, dit is gewoon een insult. Competitie, is het competitie voor je? Ja, het is competitie. You wanna be Yvonne so bad. Alsjeblieft. Oké. She wants to be so bad, Yvonne. Kamertje aanbouwen voor Who Marco. Who said that? Oké, die is leuk. Ja, misschien kunnen ze met z'n allen gewoon een vakantiehuisje kopen en daar lekker blijven zitten. Een soort The Voice House of zo. Lou Kleine kan zich er ook gewoon bij mengen. The Voice Marokko. Oh, stel je voor dat er gewoon weer een nieuw programma is, zodat hij dan zo omdraait. Hey, guess who's back? I wanna be your coach. Het kan me geen donder schelen wat hij wil weten. Hij is opgesodemieterd. Wat mij betreft waren die slechte Sinterklaasgedichtjes met grote trom als begeleiding. Rap heet die troep, geloof ik. Al reden genoeg om hem het land uit te flikkeren.
Al heeft hij maar geprobeerd om iets met die kids te doen, dan is het al reden genoeg om die idioot vast te zetten voor lange tijd. Hij heeft geluk dat mijn kleindochter te klein is om aan die voice troep mee te doen. Want zelfs Marokko was dan niet ver genoeg geweest voor hem. Zo heftig. Piet is a mad. Is een angry man. Hij heeft die zeker bijna 500 woorden. Nou kijk, wat me gewoon opvalt bij Marco is dat de comments wel heftig zijn, maar dat het bij Ali alleen maar over Marokkaan gaat. Ja. Alleen maar. Dat is wel echt ziek. Maar dat is weer gewoon zo typisch. Waar komt het ware beestje naar boven? Daar komt de... Oh, ik zit er weer naast. De ware aard van het beestje. Oh, we zien eindelijk de ware aard van het beestje. Ja, nou dat de aard van het beestje komt naar boven. Dat is wat ik zei. Nou, we zijn eruit. Haar probleem opgelost, vergrijp je daar maar aan een burka meisje. Nou, ik vind het gewoon walgelijk. En dan met zo'n half, zeg maar, zo'n Oekraïne vlag. Ja, ik vind dat, maar dat is dus weer zo typisch. What the fuck? Harry. I hope you lose your job. I hope so too. Cause you about to lose your job. Ook gewoon met voor- en achternaam. You about to lose your job. You about to lose your job. Misschien heeft hij nog een paar landgenoten die hij mee kan nemen. Echt, dit is gewoon Geert Wilders. Nou, letterlijk. Ik denk dat zij ook... Volgens mij is dit gewoon... Zij zitten ook in de... Naast dat ze hier op deze Facebook-site zitten, zitten ze ook in de aanhanggroep van Geert Wilders. Ja, waarschijnlijk wel. Oké, we kappen ermee. Klaar, dit waren ook de comments. Ik ga even hem in elkaar slaan hier en dan komen we zo bij je terug. Met de comments van... Oh nee, wacht. Met de troll van de week. Met de troll van de week, ja. Holy fuck. Dat ben jij, denk ik. Nou, we zijn eruit. Namelijk, de troll van de week is... Woehoe! Shakespearean Tragedy. Yes! Met deze comment. Deze. Ja, want een neusbel staat voor lesbisch, dat weet toch haast iedereen? Ja, ik denk dat het wel echt zo... Het is echt de meest domme comment die ik ever heb gezien. En dat hij zeg maar ook zegt van, dat weet iedereen, dus ik snap zijn verwarring. Everybody was like, no, we don't have a clue what you're talking about. En op welke plek moet hij? Ik denk dat hij op nummer 2 komt. Ik denk ook nummer 2. Toch? Dus helaas, je maakt geen kans meer op de Troll Award. Maar jullie thuis wel, dus ik zou zeggen... Ja, ga trollen. Die finger happy dingen. Laat ze gaan. Wacht, hoe heet dat ook alweer? Wat? Twitter finger tugs of zoiets. Mag goed, maar niet uit. Ga lekker trollen en dan zien we je misschien wel hier volgende week. Yes! Bye! Don't forget to like and subscribe. Doe het nu.